Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Binnenkort zijn we weer onderweg naar wat retro conventies. Conventies heb ik al heel veel bezocht in het verleden en ik vind het altijd best wel leuk. Gewoon een leuk uitje, een beetje snuffelen tussen de games. Maar dan is ook de vraag, wat gaan we krijgen in dit jaar? Retro Game Conventie is eigenlijk een verkeerde naam, want je kan er ook gewoon moderne spullen vinden. De twee die ik in ieder geval op het schema heb staan en waar ik ook een video van wil maken, zijn de volgende. We hebben de twee, beide heten eigenlijk de Retro Game Beurs Tilburg, maar ze zijn niet allebei in Tilburg, nee. In ieder geval, de eerste is in 12 juni, dus als ik deze video maak is dat vrij kort op elkaar, dus ongeveer nog een week. In ieder geval komt die dan, dus ik heb er zin in. Daar in ieder geval, hij is van 10 tot 15, Sporthal Margriet Nieuwdam 5. Kortom, wordt in ieder geval heel erg leuk. Daarnaast in ieder geval heb ik de tweede versie, de Retro Game Beurs in Tilburg. En die is wel in Tilburg. Die wordt waarschijnlijk in de Irene Wüst Sporthal. Wordt ook een nieuwe hal, dus ik ben heel benieuwd hoe groot die gaat worden. In ieder geval, die is op 11 september. Ze noemen het dan in principe een retro game beurs, maar eigenlijk is het gewoon een game beurs / collectible beurs. Want je vindt van alles hier zo, van portemonnees, figures, statues, joh, je vindt het er allemaal hier. En dat vind ik dan ook echt wel het leuke van beurzen zoals deze, dat het niet alleen maar specifieke retro game is, het is lekker breed en je vindt er dan ook echt wel van alles. Daarnaast is het ook een mix van handelaren, maar ook om mensen die een privécollectie gaan verkopen. Dus je vindt er eigenlijk altijd wel wat. Zoals je hier ziet, heel veel dingen worden wel netjes gedisplayed, zodat je makkelijk kunt zien wat je gaat krijgen. Ja, en sommige games zullen dan ook zeker rete duur zijn, zoals je hier ziet met die 100 pleuro games. En natuurlijk gekker. Maar ja, dat zijn meer de collectors items. Ja, en dan is ook de vraag dat je daar eigenlijk voor gaat kijken. Ik zelf vind het leuk om een beetje kijken voor de gekke producten, producten die niet veel ziet of gewoon een lekker goedkope game. Zoek je een nieuwe Nintendo DS in een doos? Ja, die kunnen we dus gewoon vinden. Dit is dan de 2DS variant, helemaal mint in doos, dus je vindt echt van alles tegenwoordig. Dus dat is wel mooi, zoek je een specifieke handheld. Voor games, nou ja, dat is een overvloed dan. Ik kan je vertellen, als je op een beurs als deze loopt, is het echt gewoon in principe te veel prikkels. In ieder geval wel voor mij, want er is zoveel te zien. Ik kan rondjes blijven lopen en elke keer zie je gewoon weer wat nieuws, zodat er zoveel is. Ja, normaal in de DS games, zoals je ziet, zijn er ook nog wel zeker wat dure te vinden. Dus dat is dan hetgene wat we ook wel eens krijgen. Maar niet alles is rete duur, want ik heb vaak genoeg leuke games gevonden, wat ook vrij zeldzame games voor een prikkie. Maar zoek je nou bijvoorbeeld ook oude laptops, die kom je hier tegen, heel apart. Bijvoorbeeld heb je ook heel veel PlayStation games, die je lekker voor een prikje kunt kopen voor een paar pleuro. En niet te vergeten, we hebben ook nog eventueel figuurtjes, zoals Disney Infinity. Zoek je nog een paar van je ranten die je nog niet hebt in je collectie, ook hier zul je deze wel eens kunnen vinden. En dat zijn al die dingetjes wat ik gewoon erg leuk vind. Ik heb ook wel heel veel Skylanders voorbij zien komen. Ja, en dat zijn toch wel enorm vette items die je kunt vinden en toevoegen aan je collectie. Wat ik ook al apart vond destijds om te vinden zijn ouderwetse Nintendo collectibles. Het lijken wel degene die je destijds kreeg bij de McDonald's of misschien niet. Heel apart. Ik heb ze zelf nog nooit gezien. Maar qua ouderwetse games, en dan bedoel ik dus ook echt de hele ouderwetse Commodore 64, Amiga. Je noemt het maar op, echt het hele oude spul kun je eventueel ook hier vinden. Je komt nog zelfs een bakje met demo's tegen. Ja, dat blijkt zelf ook wel geld waard te zijn. Nou ja, ik vond het zelf niet de moeite waard op te pikken. Al moet ik zeggen dat enkele demo's voor mij wel nostalgische waarde hebben. Omdat ik er goede herinneringen heb gehad. Oh, gratis demo's. Die kreeg je dan bij die magazines. En daar keek ik ook echt naar uit. Want had je natuurlijk bepaalde games die je er even van tevoren kon proberen. Buiten het huren bij Videoland bijvoorbeeld. Kortom, echt wel leuk. Leuke herinneringen allemaal. Maar nogmaals, dit hoef ik niet in de collectie te hebben. Het is wel leuk om een keer een filmpje van te maken. Maar dat is het dan ook echt voor de rest. Maar destijds zocht ik in ieder geval ook wat ouderwetse Super Nintendo games. Nou ja, die kun je in ieder geval wel vinden. Oké, het schrijfje zit er in ieder geval in, dat is ook wel heel fijn. Maar in ieder geval, de N64 games zijn op dit moment nog vrij betaalbaar. En ik vraag me ook alles af,
Of dat in ieder geval deze games ook heel veel duurder gaan worden. Tuurlijk zijn altijd wel extreme dure, vooral als ze compleet in doos zijn. Maar ik wil geen doosjes, vind ik alleen maar irritant. Hier hebben we nog wat Super Nintendo games. Nou ja, als je een bepaalde game vindt die je dan in principe nog wil hebben, zijn die soms nog wel betaalbaar. En dat is dan zo'n beetje hetgene wat we bij deze handelaar gaan krijgen. Of verzamelaar. Verzamelaar, handelaar, maakt het ook allemaal niet uit. Hier hebben we nog een Nintendo DSi. Daar is ook heel veel van die modellen uit gescheten. Die hebben nog een wat PlayStation 1. Nou ja, dat is niet echt heel veel bijzonder titels. Maar zoals je ziet, 2,5 euro is. Dus daar kan je dan ook nog wat leuke gamepjes van vinden. Zeg je van, joh, ik moet alleen maar het schijfje hebben om te spelen. De rest boeit me niet. Ja, vind je gewoon een hele hoop leuke dingen hier. Voor PlayStation 1 is er een hoop leuke titels. Nou, dit vind ik niks. Aqua Soccer. Nee, thank you. Cool Borders 2. Absoluut een leuke titel. Tuurlijk zijn doosjes meestal allemaal gammel. Maar dit is gewoon een beetje een meukmandje, zie ik wel. Niet veel bijzonders. We hebben wat PlayStation 2 nog. Daar heb je ook genoeg van om hier op de beurs. Ja, voor de rest, dat is eigenlijk een beetje wat we allemaal gaan krijgen. Er is zo gigantisch veel aanbod. Je kan niet gewoon blijven filmen.
Kortom, er is zoveel te zien hier op de beurs dat het eigenlijk amper mogelijk is om alles te laten zien in één enkele video. Daarnaast kwam ik bijvoorbeeld custom Game Boys, Game Gears tegen met een vet LCD IPS scherm erin. Daarnaast hebben we ook heel veel leuke uitbreiding units die ik uiteindelijk gewoon kan kopen voor je Game Boy. Het is te gek voor woorden, je kan het gewoon allemaal vinden op de retrobeurs. Maar in ieder geval, geen retro, wel retro, het maakt niet uit, we vinden het allemaal. Er komen in ieder geval twee leuke beursjes aan. En ik probeer dan ook een uitgebreide reportage van de beurs, wat er allemaal te vinden is. Dus we zeggen, vergeet zeker niet te abonneren, druk op het belletje, word lid van de Wicked Familie. En dan zie ik jou in ieder geval de volgende keer.